UNDP organiseerde gisteren de afsluitingsceremonie van het GCCA Plus Support for Climate Change Adaptation in Suriname Phase 2 project. Dit project, gesteund door de EU, focust op klimaatveranderingseffecten. Het tweedaagse evenement omvatte discussies over mangrove-ecosystemen en educatieve activiteiten voor jongeren over klimaatverandering. Deze afsluitingsceremonie markeert een belangrijke stap in Surinames strijd tegen klimaatverandering en het behoud van waardevolle ecosystemen. Het ministerie van AWJ bezocht Coroni op 26 april voor het landelijk project Symposia Jeugdontwikkeling. Minister Stephen McAndrew benadrukte het belang van samenwerking om jeugdgerelateerde problemen aan te pakken. Het project richt zich op het verbeteren van het jeugdbeleid en het aanpakken van kwesties zoals veilige plekken na schooltijd en tienerzwangerschappen met betrokkenheid van lokale organisaties en overheidsinstanties. De acties van de vuilophaaldienstverleners is per 29 april opgeschort. Dat laat het ministerie van Openbare Werken weten via haar Facebookpagina. Volgens OW is samen met het ministerie van Financiën en Planning het proces in gang gezet om de achterstallige betalingen in te lopen. De actie van de vuilophaaldienstverleners begon op 23 april. Het ministerie van OW doet een beroep op de samenleving om hun vuil op de gebruikelijke manier aan te bieden.